Hier in de skatehal in Rotterdam wordt druk geoefend. Want het is bijna zover, de start van het NK skateboarden. En dat is toch wel een beetje spannend. Vooral de letter N en de letter K. Dat is het enige wat het echt spannend maakt. Altijd voor de wedstrijd, als je daar boven staat, is het wel echt een beetje heel veel spanning en eng. Maar uiteindelijk is het wel gewoon heel leuk om mee te doen. Alle skaters mogen 2 keer een minuut laten zien wat ze kunnen. Best wel kort, maar hier zijn ze er klaar voor. En gisteren was ik hier nog 6 uur aan het skaten, dus best wel goed geoefend. Ik ben eigenlijk deze hele week ben ik gaan oefenen. Ik ben 3 keer hierheen geweest. En dan moeten ze het echt doen. In 1 minuut zoveel mogelijk tricks. Feeble, flip van board, front feeble, smin. Jury Rachid moet de deelnemers beoordelen. Het gebruik van het park is belangrijk, dus dat je verschillende obstakels gebruikt. Kijk, hij gaat een mooie jump maken hier. Hoppa. Kijk, dat zie je niemand doen, dus dat is wel extra tof juist. De sporters van vandaag zijn allemaal best jong en toch al erg goed. En kinderen die al zo jong in de top meedoen, zie je steeds vaker. Alley-oop going in the opposite direction. There it is, she stuck it. Zo deden op de vorige Olympische Spelen al een paar kinderen mee in de categorie alle leeftijden. Deze meiden waren bijvoorbeeld pas 12 en 13 jaar oud. Rudy is de trainer van een paar talenten hier en volgens hem ligt het vooral aan 1 ding. Heel hard werken. Heel hard werken. En echt een droom hebben. Als je die droom niet hebt, dan ga je het niet halen. Ja, hard werken, dat doen ze hier wel. Soms gaat het er ook best hard aan toe. Maar vallen, dat hoort er bij skateboarden een beetje bij. Ja, gewoon niet bang zijn en doorgaan en lekker skaten. Alleen 60 seconden niet vallen, dat is het enige. Je wil een trick landen, alleen je durft hem niet, dan moet je hem gewoon maar doen. Gewoon doen.